Na twee jaar afwezigheid keert Robin van Persie terug bij het Nederlands al. Het is een noodplan, meent commentator Frank Snoeks. Maar beter een goed noodplan dan een slecht noodplan. Ik hoop dat van Persie rancune met zich meebrengt. Frank Snoeks heeft als commentator bij Oranje vele ups en downs van van Persie meegemaakt. Hij zag hem op het WK van 2006 een vrije trap binnenschieten tegen Ivoorkust. Hij gaf commentaar bij het wonderdoelpunt tegen Spanje op het WK van 2014 en hij was erbij toen van Persie een eigen doel in zijn. Voorlopig, laatste interland, het e kwalificatieduel met Tsjechië in oktober 2015. De vorige bondscoach had de afscheid van hem genomen, vertelt Snoeks. Danny Blind heeft hem zelfs vernederd. Door zijn honderdste interland te beperken tot een invalbeurt tegen Kazachstan. En zijn laatste interland was het kansloos verloren duel met Tsjechië. Memorabele avond. Voor een film in een filmhuis was het een mooi eindsot geweest. Maar voor een film in een grote publiek bioscoop niet. Van Persie zal op een andere manier afscheid willen nemen. De ingrediënten zijn er om het donderdag tegen Frankrijk een memorabele avond van te maken. Snoeks hoopt dat er bij Van Persie een beetje rancune zit na zijn nare afscheid van twee jaar geleden. Ik hoop het wel. Dat kan op de korte termijn energie geven. Blind heeft hem afgesminkt op een manier die hij niet heeft verdiend. Van Persie zelf heeft de deur naar Oranje altijd opengehouden. Ik speel voor mijn land en dat is een gigantisch groot eer. Ongeacht de coach. Zei hij nadat Blind hem in november 2015 voor de eerste keer buiten de selectie had gelaten. Een dag na de dramatische 2-0-nederlaag in maart bij Bulgarije liet Van Persie via Twitter nog eens nadrukkelijk een weten klaar te zitten voor het Nederlands elftal. Maar nu is hij dan echt terug. En het is niet uit luxe dat Bondscoach Dik advocaat heeft besloten Van Persie terug te halen. De nood is hoog. Er moet gewonnen worden van het uitgesproken favoriete Frankrijk om zich te houden op het WK. Snoeks gaat ervan uit dat advocaat de Rotterdammer meteen in de basis zet. Nederland gaat met één spits spelen en je gaat van Persie niet uitnodigen om hem dan in de wachtkamer te laten zitten, want wie zijn er anders goed genoeg om tegen Frankrijk te scoren? Vincent Janssen, die speelt bij Tottenham nooit, dus dat is geen optie. Bas Dost, die scoort wel in de Portugese kaboutercompetitie. Maar in de playoffs om de Champions League begon hij gewoon op de bank bij Sporting Portugal. Van Persie speelt bij Venebayezen momenteel niet de pannen van het dak. Hij komt terug van een blessure en speelt alleen delen van wedstrijden. Hij maakt momenteel ook geen doelpunten. Maar hij is topscorer alle tijden bij Oranje. De doelpunten zitten wel in hem. De drie wijzen moeten ons nu naar het oosten leiden. Frank Sloeks over Robin van Persie. Wesley Sneijder en Arjen Robben. Van Persie is bovendien een speler die bij Oranje alles al heeft meegemaakt. En routinees kan het relatief onervaren elftal goed gebruiken, zo bleek tijdens de laatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg 5-0 in september. Wesley Sneijder en Arjen Robben trokken tegen Luxemburg de car. Aldus Noeks. Daar komt Robin van Persie nu bij. Het lijkt wel de heilige drie-eenheid. De drie wijzen moeten ons nu naar het oosten leiden. Naar Rusland. Daarvoor is wel een overwinning op Frankrijk nodig. Dat wordt al moeilijk genoeg en ik achterkans ook klein. Maar het blijft voetbal he. Huh? Snooks geeft toe dat hij altijd al fan is geweest van Van Persie. Vooral in zijn Arsenal jaren. Toen was hij de belangrijkste speler van Oranje. En hij heeft dat fantastische doelpunt tegen Spanje gemaakt. Maar ik heb wel altijd het gevoel gehad dat er bij Oranje meer voor hem had ingezeten. Het is nu aan Robin om de geschiedenis weer te veranderen. Hij kan voor een prachtig laatste hoofdstuk zorgen.